Op zoek naar geluk in ons Kronenburgpark. Waar heb ik zaterdag genoten, zeg. Wat een strijd en belevenis. Dat willen we zien. Dat is NEC naar ons hert toe. Dat is goed. Zet hert hier op deur. Welkom bij aflevering 6 van NEC. Terugblik Roda. Zo, de Mijnenveld in Kerkrade is opgeruimd. Op het eind heb ik nog 3 punten bij elkaar geveegd en in de tas gedaan. Er is hard gewerkt en we staan derde. Wat was die molen kwaad op gek, hè? Sla hem op zijn bek, zei die gek. Vroeger verkochten ze molenaars kindermeel om kinderen op te voeden. Nou, dat had bij hem niet veel geholpen. Hij is zeker tegen een molenwiek aangelopen. Of van de commode gevallen. Ermkien, favoriete speler. Een lekker kiepertje, zeg, die Norbert Alblas. Die stond bij sommige momenten in de kool als een stuurdam. Zeg maar Alblasserdam. Die tegentreffers konden niet veel aan doen. En blief een goede keep. Ook een vriendje van Jasper Sillissen. Die Bosbeurt, die speelde ook lekker. En dat voor een Belg. En dan Sven Brake. Die staat ook altijd op de goede plek, hè. Hij blief scherp. En dan het doelpunt van Okita. Lekker, man. Het gaat steeds beter lopen. Ook wel lekker dat die Hakkebaas zijn 4e doelpunt alweer maakte. Ik vind het wel een bescheiden manneke, hoor. Beetje verlegen, speelt toch 1-1. Na 4 putjes. Tegenstander, Jong PSV. Ja, wat moeten we ermee? Vrijdag komen die lichtpuntjes weer naar ons. Kijken wat we daarmee kunnen. Eindhoven Lichtstad, nou dan maken we wel uit. Het liep heel wat, maar 11 keer 8 wat is toch heel weinig, hoor. Vanaf het begin snel handelen. Die lopen bom tegen de lamp. Uitblazen die kersen. Voorspelling, Hunley hebben met 3-2 verloren van Utrecht. En ik denk dat wij met 6-0 winnen. We hebben sinds vandaag ook een nieuwe speler erbij met een hele moeilijke naam. Het is niet zo moeilijk, het is Mike Pressoor. Nee, daar is Chimie. Klaar, denk ik. Maar Gerrit, wat jij kent, ken ik ook, hè? Mike Dressoir, dadelijk zie je me. Floot. Nee, heus, die floot wel lekker. Dat klonk tegen Roda als muziek in de oren. Hij had ook op het conservatorium gezeten. De brandweer had hem toen eraf gehaald. Wist je dat ik ook op Facebook ben? Moet je gaan naar facebook.com/Heinzee. Dat is ook voor mijn chatbox.